Kijk, ja. Kijk, Kai. Hallo, hey, Kai. Kai Gebrandi. Hallo, Kai. Hi. Hallo. Hoe oud ben jij, Kai? 12. Net 12 geworden. Net vrijdag. 12 geworden. Herinner jij je wat van Milo Freeman? Nou, ik kende haar eerst niet, maar nu mijn moeder net wat zei over haar. En dacht ik van, oh ja, zij. En toen dacht ik ook van, hé, zij heeft dat die prinses Arabella geschreven. Want die heb ik toen met me, samen met mijn broertje gelezen. Echt waar? Oh, wat leuk. Leuk, ja. Ja. En hoe lang voorgelezen. Voorgelezen. Ja, precies. Ja. Ik wou zeggen, vond je het een leuk boek? Dan kun je niet zeggen, nee, ik vond er niks aan. Want ze zitten. Ja. ik vond het wel echt heel leuk, ja. Ja. Nee, echt. Ja. En wat lees jij voor dingen nu vooral? Wat zei je? Wat lees jij voor dingen nu vooral? Nu? Waar hou je van? Ik hou eigenlijk van heel veel soorten boeken. Mm-hmm. Maar heel veel weetjesboeken vind ik altijd wel leuk om te lezen. Maar ook gewoon spannende leesboeken, grappige leesboeken. Maar ja, eigenlijk dezelfde boeken als die ik normaal lees. Ja, dus spannende en grappige boeken. En geen saaie en stomme boeken, die sla je toch meestal over dan? Ja. En jij zit ook in het leesteam. Weet jij hoe jij erin gekomen bent? Ik zat een paar jaar terug in de kinderjury. Ja. De senaat van de kinderjury. En die deed van alles. Die ging dan de prijs uitreiken. Maar dat is dit jaar niet zo. En het leesteam dat promoot, zeg maar, de boeken en laat mensen sneller lezen, zeg maar. En daar doe ik ook heel veel dingen voor. Ik maak vlogs voor kinderen, zodat ze... Nou ja, dan maak ik vlogs over boeken. Ja. En als ze die leuk vinden, kunnen ze die dan gaan lezen. Dus dan geef jij een recensie, een review, een... Dat je iets over een boekje hebt gelezen. Ja, en deze week is dus de stemweek. En dan laat ik het zeg maar weten dat je kunt stemmen op die en die boeken. En zo proberen we mensen en kinderen aan het lezen te krijgen. En interview, praat je ook wel eens met schrijvers? Interview jij ze wel eens? Ik heb ze niet geïnterviewd, maar ik heb wel een paar schrijvers ontmoet. Manon Sikkel heb ik ook wel vaak gezien. Ja. Tosca Mente. En nou ja, dan praat ik altijd wel met ze. Dat is wel Manon Sikkels, die komt ook op scholen natuurlijk. Die gaat zeg maar de wereld. Milo, ga jij ook naar scholen? Hoe breng jij je boeken onder de aandacht? Op scholen bedoel je? Ja. Ja, op scholen. Ik ga dan meestal bezoek ik de kleuters, hè, de peuters en de kleuters. Mm-hmm. En dan lees ik voor natuurlijk. Ik neem tekeningen mee die ik aan de kinderen laat zien. Zodat ze even het verschil kunnen zien tussen een echte tekening en een boek. En aan het einde van het programmaatje dan maak ik een hele grote, vaak een Prinses Arabella. Die kleur ik dan ter plekke in. Mm-hmm. En dan kunnen ze zien hoe ik dat dan doe. Oh, wow. Ecoline, een beetje kleur mengen en gebruik ook zout en van allerlei techniekjes. Dus dat kunnen ze dan zo ter plekke zien ontstaan. En dat vinden ze nog leuker dan het voorlezen. Ja, nou, scholen zijn weer begonnen, maar ik denk nog niet dat je snel de klas in mag om met ecoline te... Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat zal of na de vakantie worden of... ik bedoel, of na de zomervakantie of pas volgend jaar misschien. Ja, kleuters. Heel leuk. Ja, precies. Ja. Ja, nou heel hartelijk bedankt Milo en tot een andere keer wellicht. Oké, graag gedaan. Oké, Milo, hoi. Kai, hallo. Volgens mij, Kai, krijgen wij nog een schrijver die jij als het goed is kent, Jacques Vriends. Ja, die ken ik, ja. Hebben we Jacques aan de lijn? Daar is hij. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet? Hallo, ja. Ik krijg gelijk, omdat u een baard heeft, ik krijg gelijk de neiging om u te zeggen. En meneer, omdat u een baard heeft. Maar misschien mag ik je en Jacques zeggen. Nee, doe maar niet. Oké. Ja, Jacques. Oké, dan zal ik je gewoon Jacques noemen. De verbinding is niet ideaal, dat heb je soms. Jij hoort hem niet zo goed. Maar hij klikt nu al ietsje beter. Ja.
Oké, Jacques. Ja, is het gaat beter? Ik hoor je beter dan dat ik je zie, maar laten we even van het geluid uitgaan. Jacques, wat ben jij nu aan het doen? Jacques. Hallo. Ja, nou ben ik helemaal niet meer. Geweldig. ik ben net eigenlijk klaar met een nieuw boek. Mm-hmm. En ik zit nu eigenlijk in de afrond. Ben ik goed te verstaan of moet ik toch in huis een andere plek zoeken met mijn laptop? Nee, uiteindelijk ben je goed te verstaan. En dat is het allerbelangrijkste. Alleen, er zit een grote vertraging tussen. Is mijn diagnose van wat er gebeurt. Er zit een grote vertraging tussen. En dat is het belangrijkste, dat we met z'n allen niet in paniek raken. Maar gewoon van de stilte genieten totdat de stem begint. Oké. Dus, Kai, wat heb jij van Jacques gelezen? Ik heb op school lazen ze een paar boeken van de Korenwolf voor. En ik heb de Vliegende Leunstoel heb ik gelezen, laatst nog. Achtste groepjes huilen niet, heb ik ook gelezen. En de film gezien. En Oorlogsgeheimen heb ik de film gezien. En ben ik naar de voorstelling geweest. Holy moly. Ga ik dan te ver om je een fan te noemen? Dat klinkt voor mij als een fan. Nou ja, ik vind Jacques Vriend wel een hele leuke schrijver. Wat vind je er goed aan? Wat vind je goed aan hem? Wat vind je er leuk aan? Eigenlijk zijn verhalen die hij bedenkt. Het zijn wel hele leuke, grappige, spannende verhalen. Meestal over kinderen die veel avonturen beleven. Dat vind ik wel leuk. En wat is je lievelingsboeken van de boeken die je net noemde? Ik vond de Vliegende Leunstoel wel echt heel leuk. Voor de mensen thuis, als criticus, recensent, kenner en fan, waar gaat hij over? Over een paar kinderen en die hebben een oma. Die oma die is gevraagd door haar jeugdliefde om langs te komen in Tanzania. Maar ze durft niet zo goed in een vliegtuig. En ze wil wel heel graag. En daarom gaan die kinderen een vliegende leunstoel maken voor die oma. Met allemaal bedenkende spulletjes. De leunstoel waar die oma heel vaak in zit. En dan gaan ze een toneelstukje opvoeren om te oefenen dat ze naar Tanzania gaat. Maar dat voorbereiden kost heel veel tijd. En dat gaat niet altijd even goed. En nu jij hier... Heb jij Jacques Vriends wel eens ontmoet, toevallig? Volgens mij heb ik hem wel een keer ontmoet. Ja, volgens mij wel, toch? Jacques, herinner je dat? Jij ontmoet zoveel kinderen. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar herinner je hem nog? Moeilijke vraag. Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Maar ik vind wel dat Kai, die heeft net dat boek verteld. Ik vind wel dat je dat heel goed deed. En ik vind het ook leuk om te horen, want het is eigenlijk mijn nieuwste boek. Dat doet dit jaar dus ook mee met de kinderjury. Dat hij het leuk vond. Dat vind ik wel grappig om te horen. Het is leuk te horen dat je laatste werk gewaardeerd wordt. Dat is wel eigenlijk een van de prettigste complimenten die je kunt krijgen. Absoluut. Ja, Kai. Want ik schrijf meer als... Kai, heb jij wat... Sorry, dit is de vertraging die er nu weer doorheen komt. Misschien wil jij wat vragen aan Jacques. Ik wil er binnen weer meneer Vriend. Ik had wat vragen geschreven. Ik vroeg me af hoe je jouw onderwerpen bedenkt voor jouw boeken. Want ik probeer zelf altijd kleine verhaaltjes te schrijven. En dan weet ik het begin wel, maar dan de rest komt niet. Maar hoe doe je dat dan? Nou, het is heel grappig dat jij dat zegt. Want ik weet met mijn eerste boek, daar ben ik ooit aan begonnen, lang geleden. Dat was die rotschool met die fijne klas. En toen was ik halverwege en toen wist ik niet meer hoe ik verder moest. Hoor ik ook heel vaak van kinderen die dan zeggen van, net als jij, hè,
van ja, ik ben er niet. Wat ik geleerd heb toen al is, voordat ik echt aan een verhaal begin, dan heb ik er heel lang over nagedacht. En het zijn vaak dingen die ik zelf mee heb gemaakt als kind of later als meester. Of iets wat ik tegenkom waarvan ik denk, hey, dat vind ik eigenlijk wel een mooi onderwerp of een spannend onderwerp. En dan ga ik erover nadenken, maar dan begin ik pas te schrijven als ik het einde bedacht heb. Omdat ik dan in ieder geval weet waar ik heen wil. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan vaak halverwege het einde nog wel eens 3 keer verander. Beginnen is hartstikke fijn om, als je gaat schrijven, om te weten waar je heen wil met je verhaal. Dat vind ik altijd heel handig. Ja. Daarnet hadden we Milo aan de lijn. En die maakt een storyboard voor haar boeken eerst. Dus die maakt sketjes van begin tot eind. En je moet natuurlijk moet je weten wat het einde gaat zijn van tevoren, stel ik me zo voor. Anders kun je daar niet heen schrijven. Ja. Maar wat is nou een goed einde? Hoe weet je nou... Bij mij werkt... Ik schrijf korte stukjes voor de krant. Bij mij werkt het zo. Ik begin gewoon te tikken. En zolang het leuk is... Oh, ik zit op 500 woorden. Ik ben klaar met tikken. Dus net als een opstelletje schrijven. Maar een einde bedenken... Je inspiratie is denk ik nooit het einde, of wel? Nee. Het onderwerp is natuurlijk, zoals mijn laatste, die reis van de vliegende leunstoel. Ik ben zelf opgegroeid in een hotel. En dit boek, ik heb het hier toevallig liggen, dat gaat over 4 kinderen die opgroeien in een hotel. En die ouders hebben het hartstikke druk, dat hadden mijn ouders ook. Dus die kinderen moeten zichzelf vermaken. En daar zijn ze ook ontzettend goed in. Dus dat is dan een mooi gegeven. En nou ja, dat hotel van mijn ouders stond in Brabant. Maar ik woon 20 jaar in Limburg. Weet je wat, toen ik aan die serie begon, dat is een serie geworden. Ik zet dat hotel in Limburg neer, want ik ben de baas van mijn eigen boek. En in Limburg heb je veel meer mogelijkheden nog qua natuur en bossen. Nou, het is een klein familie buiten het dorp ligt. En dat levert alweer heel veel ideeën op voor het verhaal. En wat ik dan altijd probeer is dingen te bedenken die wacht. En dat je niet al 3 bladzijden van tevoren denkt, oh, ik weet wel hoe het afloopt. Nee, ik vind het altijd heel leuk om een kassen, zeg maar. Kai, als jij wat schrijft, waar schrijf jij dan over? Wat voor dingen? Meestal over iemand die op reis gaat. Of, ik schrijf over heel veel verschillende dingen, maar ik maak het eigenlijk nooit echt af. Nee, maar als je Jacques hoort zeggen van, je moet eigenlijk eerst het einde bedenken. Dat is misschien wel een goede tip. Het lijkt me wel heel lastig, omdat je dan het begin van het verhaal niet weet. Maar ik kan het wel een keer proberen, kijken of het dan wat beter lukt. Je kunt het begin wel weten. Je kunt het begin wel weten. Maar dan moet je ook erbij bedenken hoe het eindigt. Ja. Dus oké, ze gaan in het bos en daar vinden ze een schat. En dan weet je van aan het eind blijkt die schat van iemand te zijn die heel blij is dat hij die schat krijgt. Ik noem maar wat. En dan weet je in ieder geval. Zo werkt het een beetje, volgens mij. Mijn bedenken. Ik klets hier uit mijn nek. Maar het is zo kan ik me niet meer voorstellen. Dat je zo'n einde bedenkt. Maar ik denk dat je begint altijd de situatie... Maar wat ik wel wil zeggen is... Je valt weer even weg, Jacques. Spreek. Het komt wel vaak voor dat ik terugschrijven ben, dan nog het einde nog wel veranderen. Net alsof je in het bos gaat wandelen en denkt, nou, ik wil naar dat leuke cafeetje daar aan de andere kant van het bos. En dat je halverwege toch bedenkt dat je links afslaat en naar een leuke ijstent gaat. En zo is het eigenlijk met een ook tijd hebben. Als je bent om te denken, nou, dat einde wat ik bedacht had, dat was fijn om mee te beginnen, maar het wordt toch wat anders. Ja, nee, dat snap ik. Kai, heb jij nog een vraag voor meneer Vriends? Ik had best wel veel vragen. Kom maar door. Maar ik had nog...
Heb je een favoriet kinderboek van een andere schrijver of schrijfster? Of is er een boek van die schrijfster of schrijver die jij graag had willen schrijven? Ja, nou weet je, toen ik zo oud was als jij, las ik eerst eigenlijk alleen maar Arendsoog. En dat was een soort hele brave cowboy die nooit iets verkeerd deed. En toen kwam ik een keer in de bibliotheek, want toen had ik alle Arendsoogen uit. En toen zei de mevrouw van de bibliotheek eens proberen. En het was een boek dat heette De Caravaan. En die schrijfster die heette Ann Rutgers van der Hoef. Dat is een hele lange naam. En in die tijd was dat een hele bekende schrijfster. En die Kindercaravaan, dat was een boek over een gezin met 7 kinderen. En die wonen in de Verenigde Staten. En die zijn arm en die trekken dan naar de Westkust. 150 jaar geleden. Nou, en onderweg gebeurde van alles met beren en indianen en cowboys en zo. Het bijzondere was dat ik ineens ontdekte dat er boeken waren waar echte mensen in voorkwamen. Echte grote mensen, maar ook echte kinderen. Terwijl die Arendsoog, ja, die was eigenlijk zo plat als een dubbeltje. En dat was voor mij, van ik dacht, ik wilde toen al schrijver worden in die tijd. Ik had 3 dingen. Ik wilde toneelspeler, meester en schrijver worden. En toen dacht ik al, als ik ooit ga schrijven, zou ik zo willen schrijven. Dat je het echt helemaal voor je ziet. En dat je ook echt gaat meeleven met die kinderen. Dus dat is voor mij wel een soort boek geworden waar ik nog wel eens aan terugdenk en altijd denk, als ik het zo doe, zoals die Ann Rutgers van der Hoef het gedaan heeft, dan doe ik het goed. Had jij er ooit van gehoord, van de Kindercaravaan, Kai? Nee, nooit. Nog nooit. Nee. Maar wat ik nu hoor, is ik hoor Jacques zeggen, ik schrijf graag over echte mensen. Dat het niet uit de duim gezogen is. Dat het geen platte karakters zijn. Geen malle superhelden. Maar is dat ook het genre waar jij dan van houdt, Kai? Nou, niet per se. Ik hou ook van zelfbedachte karakters. Mm-hmm. Maar op zich, dat is op zich ook wel leuk. Nee, maar goed, kijk, Jacques bedenkt ze ook zelf, maar dat het dus niet, zeg maar, mensen met... hou je ook van, zeg maar, de Harry Potter-achtige dingen, dus de tovenarij en de... Ik vind Harry Potter heel leuk. Ik heb een paar boeken gelezen en alle films gezien. Ja, precies. Je bent je hebt er veel van verslonden dan. Ja, maar dan. Sorry, Jacques, ik onderbrak jou. Ja. Jij wou zeggen, wat wou jij zeggen? Ja, ik vind Harry Potter wel een goed voorbeeld, want het is natuurlijk wel spannend en een toverboek, boek, zeg maar. Maar de kinderen die daarin voorkomen, dat zijn wel levensechte kinderen die zouden echt hebben kunnen bestaan. Of bestaan misschien wel. Ja. Want die worden ook verliefd, die worden ook boos. En dat bedoel ik eigenlijk met levens echt. Dat je ook, dat je er echt hoofd. Dat je denkt, oh ja, die zou je tegen kunnen komen. Ja, en ze falen ook. Ze hebben vervelende tijden, dingen mislukken. Ja. Zoals het bij echte mensen gaat. En niet zoals zo'n Arendsoog. Ik moet zeggen, ik ben niet heel bekend met de werken, maar volgens mij is dat een Indiaan die superdaden verricht of zo. Nee, het was een katholieke cowboy. Die heb ik toch heel lang geleden. En die was echt heel braaf. Hij had overigens wel een Indianenvriend, Witte Veder, en die was ook heel ontzettend braaf. En ik vond dat toen heel spannend, maar door dat boek ontdekte ik dat er ook boeken zijn waar mensen in voorkomen die inderdaad ook dingen verkeerd kunnen doen, die verdrietig kunnen zijn, die eenzaam kunnen zijn, die verliefd kunnen worden. En dat vond ik wel een ontdekking. Kai, jij krijgt nog 1 vraag van mij. Oké. Ik heb gelezen dat u vroeger meester was. Hoe zorgde u dat kinderen gingen lezen? En welke tips zou u dan nog hebben voor juf en meesters om kinderen te laten lezen? Ja, nou, wat ik altijd deed was dat kinderen bij mij iedere dag 20 minuten mochten lezen. Onder schooltijd. Ik zorgde ook altijd dat er heel veel boeken in de buurt waren. Dat als ze een boek hadden dat ze stom vonden, mochten ze van mij meteen ruilen. Dus ze hoefden niet de hele week met hetzelfde boek in het kastje te zitten. Ik las heel veel voor.
Want dan, daardoor leerden ze ook weer nieuwe boeken kennen. Ik vertelde ook over... En we maakten bijvoorbeeld ook toneelstukken rondom boeken. Of bedachten zelf... als ik dan iets over een boek had verteld, dan zei ik, jongens, heel kort over een nieuw boek. En dan denk ik, nou, waar zou het verder over gaan? Dus ik probeerde het altijd heel erg te prikkelen. Zelf na te denken over boeken. En wat ik ook nog deed, was dat ik gebruikte luisterboeken. En als ik... We worden zo van de ether getrokken. Lezen? Ik begrijp dat we zo van internet die tijdens de internet worden. Dus dat we gaan stoppen. Sorry mensen, het is 5 uur en dan moeten we stoppen. Ik heb streng genoeg geweest.